Welkom allemaal bij Beauty Journaal. Mijn naam is Elke Willeme, ik ben senior artist voor MAC Cosmetics. En vandaag gaan we de prachtige Monique Lindeboom helemaal mooi maken. En we gaan shapen. Je kan het heel subtiel houden met gewoon poeders te gebruiken. Maar vandaag wil ik jullie de truc laten zien met de drie verschillende foundations. Ik neem de lichtste kleur, een tussenkleur. Deze. Dus dat kan eventueel uw huidskleur zijn. Deze is net iets lichter dan uw huid. En dan enkele tinten donkerder dan uw huid. Dus je ziet eigenlijk voor een donkere huid bijna, maar dan liefst ook een geen te gele ondertoon. Zoals je ziet hebben we één kant al volledig gedaan. Zo zien jullie het eindresultaat alvast. We hebben een mooie shaping gedaan, mooie highlights, maar op een natuurlijke manier. Dus dat gaan we nu aan de andere kant ook creëren. Dus ik ga beginnen met de lichtste kleur te nemen, met de 190 kwast. Dan gaan we eigenlijk vooral het centrum van het gelaat heel licht houden. Je gaat goed onder het oog tot aan de neusbrug, tot op het jukbeen mag je gaan. En dan ga je eigenlijk bijna een C-vorm ga je aanzetten als lichtste kleur. Je hebt maar heel weinig product nodig. Het is ook niet de bedoeling dat het te dik erop gaat liggen. En dan ga ik het centrum van het voorhoofd aanzetten. Dus ook heel goed werken met uw kwast, dat het heel transparant wordt. Je ziet het heel mooi vervagen naar niks, dus dat je geen lijnen ziet staan. De hoogte van de neusbrug gaan we aanzetten, dus we gaan niet de volledige neuslengte doen, want dan ga je neus verlengen met de lichtste kleur. Dus je blijft eigenlijk ter hoogte van de neusvleugels om je highlight op je neus te zetten. Met die lichtste kleur gaan we dan naar de kin en de mondhoeken. Dus naar de mondhoeken toe eigenlijk een extra lifting dat we geven. Gaan we dus zo naar de mondhoeken. Dus je mag daar een beetje voorbij gaan. Okay. En dan ook weer vervagen. En mooi uitwerken. Doe je ook dit zie ik ook vaak, hè? Dat ze dat heel licht maken, dat stuk. Ja, dus dan je kaaklijn, als je die ook wilt laten uitkomen, ga je ook je kaaklijn extra aanzetten. Dus wat je naar voren wilt laten komen, ga je licht zetten. Wat je naar achter wilt laten gaan, ga je donkerste kleur zetten. Okay. Dus nu gaan we echt de shaping aanzetten. Dus het donkere, waar dat we het dieper willen laten invallen eigenlijk, dat dat meer schaduw krijgt. Dus we gaan zoeken naar onze eigen schaduws in ons gezicht. Waar liggen die dan? Eigenlijk onder je jukbeen hebben we schaduw. Langs de neus een beetje schaduw. Dat willen we zo subtiel mogelijk doen. Anders gaan we te hard weer dat masker creëren. En het is eigenlijk een beetje 80s, 90s om het te hard te schaduwen aan de neus. Dus daar gaan we het heel subtiel houden. Maar wat ook een heel mooie schaduw is, is aan de slapen en langs het voorhoofd. Als je zegt, ik heb een hoog voorhoofd en ik wil dat iets minder prominent maken, ga je ook aan de haargrens de donkere zetten en anders blijf je echt aan de slapen. Dus ik ga dat aanzetten met de donkere kleur. Dus dan gaan we de donkere onder de jukbeenderen zetten. En ook weer heel goed uitwerken met uw kwast. Dus eventueel uw schone kwast gebruiken om samen te laten blenden. Zodat je een mooie overgang krijgt. Dit moet je nu zo goed gaan uitwerken. Ja, dus die, want vaak laten ze die dan zo staan. Ja. Maar dan wordt het net te hard en te maskerachtig. Ja. En daarvoor hebben we dus die derde kleur die we gaan gebruiken om alles mooi met elkaar te laten samenvloeien. Oké, dat is de middelste kleur. Ja, dat is de middelste kleur. En die gaan we dus ook gebruiken voor langs de neusbrug. Dat die ook die schaduw niet zo donker is. Dus dan gaan we de tussenkleur nemen en gaan we langs de neus werken. We gaan achteraf dat nog extra accentueren met verschillende poeders. En dan om de schaduw van de jukbeenderen mooi te laten overvloeien, gaan we daar de tussenkleur, ik ga het even een beetje harder aanzetten, zo, en dan kunnen we eigenlijk alles mooi met elkaar vermengen. Zodat je geen harde lijnen meer hebt. Dus nu gaan we naar onder toe werken. Je ziet dat dat mooi vervaagt in de lichtere kleur. Mm-hmm. En dan naar boven toe naar de donkere kleur. Ook hier. Maar we houden wel echt op het jukbeen. Dus waar het licht het meeste raakt, je ziet dat ook, waar de glans het hoogste is, dat houden we zeker het lichtste. Het fine-tunen gaan we doen met de poeders. Dus probeer het ook niet allemaal helemaal weg te werken. Maar we gaan nu met onze poeders subtiel ook nog extra shaping geven. Dus dan gaan we beginnen met de Harmony Blush. Dan gaan we eigenlijk aan de zijkant van de blush
zetten. Dus ik zet hier mijn product. Want dat gaan we dan ook hier plaatsen. Dus je zit eigenlijk met het diepste van de van uw shaping, eigenlijk met het bolste van uw kwast direct te shapen. Als je het zo gaat doen, heb je sneller lijnen, omdat je echt een punt gaat hebben. Dus vandaar dat die kwast zo fijn is, om echt heel subtiel toch een mooie shaping te geven. Overal waar we de donkere shaping hebben gezet, gaan we deze Harmony Blush gebruiken. Dan hebben we onze Minerale Skin Finish poeder. Die eigenlijk heel vrij transparant is, maar toch nog net de lichtste kleur van onze shaping gaan nabootsen. Kunnen we dan gaan aanzetten het center van het voorhoofd. Dus het matteert de huid zonder te mat te maken, zonder ook weer een masker te creëren. Een mineralize gaat nog altijd zorgen dat je een beetje subtiele lichtreflectie hebt en dat het niet te poederachtig wordt. Oké, en dan gaan we met een nieuw aankomende kwast, de 137, ga ik de highlight extra aanzetten. Dus dat is dan met de mineralen, de lightscapade. En dan gaan we eigenlijk op het hoogste van het jukbeen nog extra glans geven. En je ziet dan, afhankelijk van de lichtreflectie, ga je de glans zien. Dus ook weer heel subtiel, maar hij is er wel. Die gaan we dan niet gebruiken op echt het center van het gelaat. Dan ga je weer te veel glimmen. Oh, okay. Dus die houden we echt hier het hoogste van je benen. Mooi hoor. Je ziet er stralend uit. Dankjewel, Elke. Heel graag. Mooi gedaan. Heel plezier. Ja. Dank je.